En dit keer gaat weer over school. Maar dit keer gaat het over iets wat er vandaag is gebeurd op school. Dus vind je deze video leuk? Was een blauw duimpje omhoog. En dan ga ik nou heel snel vertellen wat er is gebeurd. Ja, let's go! Vandaag tijdens 6 uur hadden wij gym. En we waren gewoon rustig aan het gymmen. En ineens komt er een conciërge binnenrennen. En die zegt, kom op, allemaal naar de kleedkamers, je spullen pakken. En zo snel mogelijk naar de nooduitgang, naar buiten, het veld op. Dus wij dachten van, huh? Hoezo dan? Dus zij allemaal vragen wat er aan de hand is. En hun allemaal zeggen gewoon, nee, je spullen pakken in de kleedkamer, naar beneden lopen via de nooduitgang en het veld op. Hup, hup, opschieten. Dus wij dachten van, huh, is er brand? Brandalarm gaat helemaal niet af. En ja, dus nou wij allemaal ons telefoon en zo pakken in de bak, want daar moeten wij de gewoon het spul in de bak leggen. En naar de kleedkamer snel, kleren gepakt. En zei je van naar het veld toe via de nooduitgang. Want daar staat de directeur en die vertelt jullie meer. Dus wij liepen allemaal van de trap op. Er viel al iemand van de trap af. Want het was daar helemaal druk op de trap bij de nooduitgang. En ik weet niet wat er allemaal aan de hand was. En wij stonden op het veld. Ik stond daar in mijn gymbroekje. Ik heb mijn gymbroekje hier nog. Het zit ook helemaal onder gras. Oh, het valt er ook allemaal uit. Oh, ja, dan ligt hier mijn kamer onder gras. Nou ja. En wij staan daar op het veld. Dus wij lopen het veld op en we zouden ook allemaal aan het verzamelen. Alleen het regende en ik had het koud en ik stond daar in mijn gymbroekje. En wat doe ik? Ik trek daar gewoon midden op het veld mijn broekje uit. En ik doe mijn gewone broek aan. En ik sta daar gewoon rustig om te kleden. En iedereen kijkt me aan zo van, what the fuck ben je aan het doen? Ja, ik ben aan het omkleden. Ik zeg zo, ja laat maar, hallo, ik heb het koud. Maar nou ja, nou boeiend, dat boeit even niet. En de directeur zegt, die was aan het praten met zo'n megafoon, weet ik veel zo'n ding heet. En die zegt, vanwege een gaslek is het hele gebouw ontruimd. En zijn de lessen vrijgegeven. Jullie mogen naar huis. Jullie moeten het rooster van morgen goed in de gaten houden. Of niet doorgaan. En wij mochten gewoon naar huis gaan. En toen wij naar huis gingen, stond er allemaal brand. Want er was natuurlijk een gaslek. En wij dachten dan van, huh, wat de fuck gebeurt hier? En moesten ook allemaal naar het kluisje toe. En moesten allemaal opschieten. Want er was nog steeds die gaslek. Was nog steeds in het gebouw. Nou, en toen stonden daar mensen allemaal sigaretten aan te steken. Toen slaat zo net zo die sigaret uit de hand van, hey, er is een gaslek. En dan gaan jullie even lekker een sigaret aansteken. Ja, dat doe je toch niet? Als er een gaslek is met vuur. Ja, dat snap ik nog wel. En later komt op Facebook dit te staan. Het zal nou ook al hier in beeld staan. Ik zal het even opschrijven. En er staat, beste leerlingen, ouders en verzorgers. Op onze school aan de Puntje-Puntje-Puntje-straat is vanmiddag woensdag 25 mei tijdens een routinecontrole een gaslek geconstateerd. Uit voorzorg hebben wij het gebouw ontruimt en de leerlingen om 14:45 naar huis gestuurd. Deze ontruiming is mede dankzij de leerlingen uitstekend verlopen. Inmiddels heeft de brandweer het gebouw onderzocht en weer vrijgegeven voor gebruik. Dit betekent dat morgen gewoon de lessen weer worden gegeven. Dus morgen gaan de lessen gewoon door. My god, hebben we een keer iets op school? Vorig jaar was er ook al brand en dit maken wij natuurlijk weer allemaal mee. En ook nog tijdens gym en dan sta ik daar midden op het veld me om te kleden. Ja, dan maak ik weer mee. Oh my gosh. Wat is er allemaal gebeurd bij ons op school? Ik kan er zo echt een uur over praten. Het is echt verschrikkelijk gewoon. Nou, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik wilde gewoon even dit verhaal met jullie delen dat er een gaslek was. Ik weet niet of jullie het interessant vonden. Maar ik vond het gewoon leuk om met jullie mee te delen. Ik vond het gewoon, ja, ik weet niet. Ik vond het al leuk om mee te delen. Nou ja, boeiend. Het boeit niemand. Dus vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video gewoon weer. Doei doei!